omdat ze hier gepland hebben om in de toekomst huizen te bouwen. En die plannen zijn heel oud. Daar ben ik op het idee gekomen om dus biobased bouwmaterialen te gaan produceren voor de houtbouw. Ik zie heel veel bomen. Wat voor bomen zijn dit? Ja, dit zijn peroniabomen. Die komen oorspronkelijk uit China. Daar zit de oorsprong. En dit zijn snel groeiende bomen. Ze nemen heel veel CO2 op, ook stikstof. Stikstof zit 5% in het blad. In feite komen alle mineralen voor. De boom is van huis uit bezit C4 moleculen. En daardoor nemen ze heel veel op. En de CO2 nemen ze 5 keer, 6 keer zoveel op als andere bomen. Deze bomen groeien net als normale bomen gewoon uit zichzelf. Maar je moet er wel wat voor doen. Nou, de boom groeit uit zichzelf heel hard. Hè. Het eerste jaar laat je hem, je plant hem. Je laat hem gewoon flink groeien. Tweede jaar, in het voorjaar, snij je hem dus net boven de grond af. En dan loopt hij weer uit. Deze boom, die u hier ziet, zijn dus afgelopen voorjaar allemaal afgezaagd geweest. En deze uitlopers van dit jaar. Erik heeft een heel groot stuk land en dat staat vol met deze bomen. Ja, in totaal is het een productie van 15,15 hectare. En daar staan tussen de 12.000 en 13.000 bomen op. Ja, de hout is geschikt voor planken te zagen, voor de houtbouw, zeg maar. Het hout is heel licht van gewicht, 260 kilo per kuub. Het hout is geluidsdempend. Het hout is ook geluidisolerend. Het houdt geluid tegen. En wat heel erg opvalt is dat het hout absoluut niet werkt. Met de bomen verdient Erik ook geld. Hiervoor moet hij wel eerst certificaten behalen. De Paloniaboom slaat heel veel CO2 per hectare op. Het is jaarlijks 55 ton per hectare. Gemiddeld genomen over een periode van 12 jaar. Dus dan kom je richting de 600 ton uit. En deze, daarvoor worden certificaten uitgegeven. De mensen komen dus de bomen de massa meten, de CO2 meten en dan aan de hand daarvan krijg ik certificaten. Op het moment ben ik de certificaten aan het verkopen en middels de certificaten bekostig ik de productie van de Paloniaboom.